ben Ella Lamberts van de bibliotheek in Almelo en ik regel de activiteiten en de promotie voor de bibliotheek. En zoals u wellicht al gehoord hebt, bestaan wij op 22 november 100 jaar. 100 jaar Bibliotheek Almelo. En dat gaan we heel uitgebreid vieren. Op 22 november hebben wij een officiële opening. En van burgemeester Gerritsen krijgen wij dan een erepenning uitgereikt. Maar we hebben ook een aantal sprekers en natuurlijk ook muziek en een theatergroep erbij. Dat is de officiële dag en daarnaast gaan we de hele week feest vieren met, voor en door Almeloers. Op woensdag voor alle kinderen hebben we een Kids Day. Op woensdagmiddag gaan we de Mees Kees film draaien en daarna komt Hakim. En hij is bekend van Sesamstraat. Gaat hij hier een speciale theatervoorstelling doen en na afloop is er ook nog disco voor alle kinderen. Op donderdag hebben we een Almelo dag voor, door en met alle Almeloers. Er worden films gedraaid uit de jaren 50, 60 uit Almelo. En historici gaan vertellen over Almelo. Maar ook de gemeente Almelo staat met een kraam van hoe Almelo er over 20 jaar uit moet gaan zien. Waar is het water teruggekomen in Almelo? Er zijn een aantal bedrijven die vertellen over hun werk. En 's avonds is daar een stamppotbuffet bij. En voor €7,50 kan iedereen mee eten. Alleen wel even voor die tijd een kaartje kopen of reserveren. Op vrijdag hebben we een poëziedag. Daar hebben we een aantal bekende Nederlandse dichters bij uitgenodigd. Onder andere Ellen Dekwits. Maar ook de Almeloze dichters als Willem van Doren, Koen Heldenweg en Natasja La Valletta treden op. En dat doen we in een programma waarbij eten is. Dus voor €15 kunt u voor het hele programma meemaken. En dan krijgt u er dus ook lekkere Italiaanse maaltijd bij. En dan op zaterdag als afsluiting en als grote klapper hebben we een groot Almeloos boekenbal. En daar hebben we allerlei schrijvers uit Almelo uitgenodigd. En mensen die over Almelo schrijven. En daar maken we een groot feest van. Robert Vuijsje, de bekende schrijver, komt vertellen. En de dichters Ivo de Wijs, Frank van Pamelen en Jan Pietersen komen een heel verhaal houden. Maar ook natuurlijk leuke muziek uit de jaren 20-30 door Frank van Nus. En dansen, natuurlijk heel veel dansen. Ook daarbij lekker eten en te drinken. En voor €30 kunt u bij de VVV van de bibliotheek daar een kaartje voor kopen. Natuurlijk, naast al deze festiviteiten hebben we ook acties voor onze leden en toekomstige leden. Voor iedereen die nog geen lid is van de bibliotheek, die kan helemaal gratis volgende week lid worden. Een week lang helemaal niets betalen, dat hebben we nog nooit eerder gehad. En dan hebt u een abonnement voor een jaar lang. En op 22 november, de dag zelf, kunt u uw boeken, als u die te laat hebt ingeleverd en denkt van eigenlijk durf ik het niet meer, kunt u ze dan inleveren en we berekenen de hele dag geen te laat geld. Dus hebt u nog wat boeken liggen, dan leveren ze dan in. En ook voor onze bestaande leden hebben we allemaal leuke acties met bonnen waar mensen dingen kunnen winnen en kunnen krijgen. Dus kom allemaal tussen 22 en 26 november naar Bibliotheek Almelo en vier met ons feestje mee. Hyperbiep, hoera!